eigenlijk willen beschrijven, is uh, in 1991 hebben we het idee van de kloof met de burger ontdekt. En dat Zwarte, is... Zwarte Zondag. Bedoeld. Zwarte Zondag, maar ook de burgermanifesten van de toen... Kieverhofstad. Eh, had toen al het concept de kloof met de burger neergeschreven. En men is vanaf dan, 1991, en je vindt nu nog altijd in de regeerakkoorden daar restanten van terug, is men eigenlijk voorstellen gaan doen om die kloof met de burger te dichten. En dat gaat bijvoorbeeld stemrecht voor voor de jongeren op 16. Het afschaffen van de opkomstplicht, het afschaffen van de Senaat. Het kiezersbedrog lamleggen. Wat was dat? Je kon tot in 2010 kon je eigenlijk op drie lijsten tegelijkertijd kandidaat zijn en zelfs verkozen raken. Eén van die drie kiezen en bij de twee anderen een opvolger in het veld sturen. Men heeft dat nu. Schoon van elkaar uh, gescheiden. Mm -hmm. Dat zijn natuurlijk allemaal goede maatregelen, maar onvoldoende of. voor mij om ervoor te zorgen dat de kloof met de burger ja, plus, de plus wordt. plus, wacht, want ze, ze vertellen soms wel iets, maar je beschrijft daar die afschaffing van de Senaat. Ja. Daar gaan wij vanuit dat is een besparing, dat is, of dat is belastinggeld dat bespaard wordt en waar iets anders mee kan gebeuren. Ja, dat is de tweede idee. De eerste idee is, het is een overbodige. Ja. Uh, senakel uh, heeft geen enkele macht meer, er wordt ook niks meer beslist wat invloed kan hebben. Op het bestuur. En dus, inderdaad, tweede idee, ja, laten we dan op zijn minst dat niveau gaan besparen. En bijvoorbeeld in de partijfinanciering, want daar verwijs je ja. uh, naar. De partijfinanciering wordt in ons land geregeld per stem. Heel eenvoudig. Elke stem die een politicus binnenhaalt levert 3 euro op met een basisforfait voor iedere partij om te beginnen. 3 euro. Zo simpel is. 100.000 stemmen, 300.000 euro. Okay. Zo moet je het ongeveer berekenen. Natuurlijk, als de senaatsverkiezingen wegvallen, dan vallen er heel veel stemmen weg. Want iedereen in Vlaanderen kon zowel voor de Kamer als de Senaat stemmen. Mm -hmm. Dus, laten we zeggen, ongeveer de helft van de partijfinanciering valt weg. Wat heeft men dan gedaan? Men heeft gezegd, oké, okay, we gaan de Kamer nieuwe bevoegdheden geven en dus gaan we het bij de Kamer verhogen wat we daar zijn kwijtgeraakt. Mm -hmm. En wat doet men dan? Men verhoogt hoger dan men daar kwijtraakt. En dus een van de systemen van de partijfinanciering is... Het wordt altijd meer. Dus men heeft die, dat verlies gecompenseerd, maar een Dus wacht even, de afschaffing van de Senaat, waarvan een van de elementen voor de burger zou zijn, daar wordt op bespaard, er is meer belastinggeld beschikbaar voor andere dingen. Wordt gecompenseerd omdat men meer partijgeld kost, gaat geven. Het, het kost, kost ons, ons meer belastinggeld dan voor de afschaffing van de Senaat. Ja, omdat ja. men er een mechanisme aan toegevoegd maar heeft. Dat heeft 4,3 miljoen voor alle partijen. Ja. Dus het totale bedrag per jaar is 73 miljoen euro naar alle partijen. En daar is dus 4 miljoen ongeveer komt omdat men de Senaat heeft afgeschaft en daar een compensatie heeft voor heeft voorzien. Ja. Dus je krijgt Denk, altijd het gevoel. Dan, denken jullie dan niet voor wie houden ze ons? Ja. Ik vind het altijd jammer of grappig dat de politiek soms meer reality-tv wordt dan echte reality-tv. Weet je wat ik bedoel? Want als gewone burger verwacht je echt heel veel. En... En krijg je relatieve... Relatief relatief ja. ja, beetje zoals heerst wel heel erg. Graag. Het is een beetje zoals Yves Le Thurman al zei. Hè? Wie gelooft die mensen nog? Hij mm. is er uh, eerst uh, rijk mee geworden, qua kiezers dan toch. Hè? En daarna is het als een boemerang teruggekomen in zijn gezicht. Hè? En ik denk, afhan, dat is ook wat je het meeste hoort van lezers. Hè? Dat zijn lezersbrieven die binnenkomen. Dat is eigenlijk wat mensen constant zeggen. Van, ze beloven ons iets... Waar is het dan? Hè? Dat je dat, dat begrip niet meer hebt. En daar zit ook ja. je, je kloof. Uh, daar met. zit de kloof. En, en wat ik zeg, al die dingen die ik daarnet zonde, van Schaf de Senaat of opkomstplicht enzovoort, dat zijn ideeën, dat is noodzakelijk. Waarom zou je een, een onnuttig niveau nog behouden? Maar je hebt een tweede stap nodig. En dat is onder meer een politieke verantwoordelijkheid opnemen wanneer je een fout maakt. Dat is bijvoorbeeld wanneer je zegt, we gaan onszelf als politicus 5% minder loon geven, wat zeer eerbaar is. Maar je vergeet dat twee jaar lang te doen. Ja, dat dat beschrijf iemand, je ook. Ja. Hè, wat was dat? 2019 werd dat dan afgesproken? Ja, bovendien, zeven jaar later dan de Kamer. De Kamer had het al zeven jaar eerder gedaan. Mm. Dus zeven jaar later beslist het Vlaams, Vlaams parlement om ja. zichzelf ook 5% als signaal naar de bevolking. Mm -hmm. Want we moeten allemaal wat de riem dichtsnoeren. Als signaal. En men gaat dat twee jaar lang doodleuk vergeten. Ja. Tot in dit geval Jos Daze van de PvdA de vinger opsteekt en zegt... Beste collega's, zijn we allemaal niet vergeten wat we twee jaar geleden beloofden? Maar geef, daar, geef daar nu eens een verklaring voor. Want dat is, toch, is dat dan een signaal dat men niet beseft wat men daarmee aanricht in het hoofd van... Ja, van dat de... is dat emotionele... Ik zeg dat eerst, hè. Senaat afschaffen, opkomstplicht, dat zijn allemaal rationele... Dat is gewoon aan de knoppen draaien en denken het zal opgelost raken. Eigenlijk zeg ik bijna op zijn Phil Bosmans... Beste politici... Begin is maar u zelf begin eens te denken, ik ga nog een voorbeeld geven, wanneer twee gemeenten fusioneren dan merk je heel vaak dat dat niet een logische fusie is maar dat er wel gekeken wordt naar de kleur van de burgemeesters die met elkaar van de gemeenten die met elkaar fusioneren ja. dat is het eerste criterium en niet de logica van gemeenten waar mobiliteit... Mechelen mechelen Bordmerenbeek, daar heb je het maar nu over even tongeren en, en Borgloon ja. om in Zelf, de provincie... Ja, maar van... zelfs Sint-Truiden is eigenlijk een beetje hetzelfde voorbeeld dat is natuurlijk geen fusie, hè, maar daar heb je ook Iets wat helemaal fout loopt. Hè? Dat je zegt: van, Kijk, het is één partij helemaal fout gelopen. Maar de meerderheidspartijen zeggen niet op dat moment: dit kan niet. We gaan ingrijpen. Hè? Dat had je kunnen. De meerderheidspartijen zijn Open VLD en CDMV. Die hadden even goed kunnen zeggen van in het begin: dit no aan. Dat vinden wij niet oké. Okay. Die hebben gezegd: laat het maar wat aanmodderen. Hè? En via de heren, kom maar fijn terug. Hè? Het is in orde. Dat gaat wel. Hè? Het is ook allemaal zo erg niet. Dan heb je het volgende schandaal. Hm. We gaan het nog een beetje rekken. Hè? En het is pas bij het derde schandaal van Jeff Kleren ja, dat Open VLD zegt: ja, nu hebben we er eigenlijk genoeg van, maar het wordt nog allemaal maar, gerokken. Oké, okay, maar dan dus beseft je. Het is een verantwoordelijkheid van ieder. Goed, maar dan is dan de conclusie dat het besef in de wedstrijd er onvoldoende is wat de impact is op de ja, partijen. Omdat, omdat het over een systeem gaat. Wat doen politieke partijen op dit moment in een soort koker? Vooral naar zichzelf kijken. CD&V wil van tien opnieuw naar vijftien. Vooruit wil intussen van zestien naar twintig. Ja. Dus iedere partij zit in een koker. Ik beschrijf een systeem. En het is heel moeilijk natuurlijk voor al die partijen en politici te verwachten dat ze uit hun koker stappen en eens een soort grote vergadering gaan houden om dat systeem te verbeteren. Maar daar zitten heel veel elementen in. Nog eentje, Bart, om, om mee te geven. Wat ik politieke hygiëne noem. Je hebt op dit moment een regering waarvan je je afvraagt... Zitten voorzitters nu in de regering of staan ze buiten de regering? Ja. En de vicepremiers, vice zoals bijvoorbeeld op een bepaald moment een persconferentie van Paul Magnet van de PS en de vicepremier Pierre-Yves Dermagne, zit de vicepremier kritiek te geven samen met de voorzitter ja. op de regering, waarin nota bene zelf in zit. Ik... Dat soort gebrek aan politieke hygiëne maakt dat mensen ook kijken naar het schouwspel. Wat gebeurt er hier? Het feit dat men ballonnetjes rond energie... Oplaat, zonder tot met beslissing te komen. Mm -hmm. Eigenlijk verwacht je toch alleen de beslissing. Ik, ik hoor ja. u maar... instemmen. Stoort het u ook, wat, wat hier verteld wordt? Wel, ik denk dat er, naast dat institutionele natuurlijk ook, dat er een stuk voeling is die de politici kwijt hebben met wat er leeft onder de bevolking. Bijvoorbeeld, neem die energiecrisis. Je wist eigenlijk al maanden geleden dat dat aan het borrelen was bij... Hè, dat mensen zeer ongerust begonnen te, mm -hmm. te worden. Ja, en, en daarmee voor een stuk... Die die tentakels in de samen, dat men te veel in de politiek, politiciën zit en te weinig. Denk maar dat ik... zeggen wij al bent... wel twintig jaar. Ja, ik dat heb er nooit juist, anders maar... geweten dat ze zeggen van we missen eigenlijk de tentakels ja. bij de mensen. Iemand zou zich toch bevraagd moeten zeggen: hoe komt dat dat, dat niet verbetert? Ja. Maar je zegt dat, dat anders. U, u bent u professor doet. internationale politiek ja. ook. Ja. Hè? Is ja. dat uh, vergelijkt u eens met, met andere landen? Op dat vlak voeling met de burger. Goh, uh, ik denk dat dat uh, in alle landen wel natuurlijk een, een bepaald probleem is. Hè? Dus je hebt uh, natuurlijk... Het hangt ook af van je uh, politiek systeem. Als je een, uh, een meerderheidssysteem hebt, hè, winner takes all, dan, uh, dan krijg je een politiek systeem dat misschien nog veel meer tot aberraties leidt. Bij ons hebben we die coalitieregeringen, dus de scherpe kantjes mm -hmm. worden daar ook wel, uh, wel wat afgeveild. Kijk bijvoorbeeld naar wat er in de UK uh, 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 bezig is met betrekking tot... Uh, ja äh uh Ja, af, uh, verlaging van uh, welvaart bij de bevolking. En ook een stuk van de bevolking die meent ja, uh, het lijkt alsof dat men naar onze noden niet kijkt. Dus ik denk dat dat wel een verhaal is van uh, van vele landen. Alle hm? westerse, op dit moment. Westerse? Democratische westerse. Bijvoorbeeld Ma de Verenigde Staten uh, in de jaren 50 mm -hmm. heeft men uh, gepeld naar het vertrouwen sinds de jaren 50. kwart van de Amerikanen vertrouwde in de jaren 50 het federale overheidsniveau. Hadden mm -hmm. vertrouwen in die beslissingen. Intussen is dat 30 procent? Ja, ja. En bij ons is het bij zelfs een stuk lager. Dat ook, hè, die Dus ja, inderdaad. Ja. We, we zitten met, met, met dat gegeven. Mm -hmm. Dus onze samenleving is natuurlijk veranderd. Sociologisch zijn we veranderd. De onzuiling, de, de, de individualisering. Maar mijn punt is van dat systeem, hè, dat, dat zou moeten hersteld worden. En dat is ongelooflijk moeilijk. Dat gun ik elke politicus. Je kan dat zelfs niet individueel. Maar je kan misschien wel zelf beginnen met aan jezelf te denken. Bijvoorbeeld, wanneer je die belofte doet. Om minder te verdienen, dat dan ook meteen uit te voeren. En, en niet... Maar begint het niet met het beseffen dat je het volk daar vertegenwoordigt, als het dan gaat over parlementsleden? Ja, dat is inderdaad. En dat je maatschappij moet dienen? Ja, en daar is ook heel veel discussie over. Uh, voeren we als politicus, als parlementslid nog een mandaat? Hebben we een mandaat gekregen van de mensen? Of voeren we intussen een beroep uit? Dat is wat op dit moment heel vaak uh, te zien is. Bijvoorbeeld de hele discussie in het Vlaams parlement met Siam El Kawakibi, die een doktersbriefje krijgt, waarop gereageerd wordt en gezegd. kijk, we gaan doen zoals in de rest van de samenleving. Na een maand val je terug op 60% van je inkomsten. Dat overkomt ons allemaal wanneer we ziek zijn. We hebben wel eens een voorbeeld nodig. Ja, maar dat betekent dat je eigenlijk opschuift in de richting van we gaan van de politiek een beroep maken. We gaan dat overal gelijkschakelen met een beroep. Maar een beroep dat is iets helemaal anders. Dat doe je tot aan je pensioen. Een mandaat is tijdelijk en dat krijg je bij verkiezingen van de mensen. En dat is een soort houding, bijna ethische houding, die. Ja, heel vaag is geworden en waar niet meer een zuiverheid in gehanteerd wordt in de discussie. En wat zou daar een oplossing kunnen voor zijn? Ik weet niet of er zelfs nog een oplossing is Oei. voor zoiets. Dat heeft eigenlijk altijd bestaan. En een van de dingen waar ik mij ook zorgen om maak, en, en Ivan, eh, jij, jij vertelt dat ook in je boek, dat is eigenlijk dat je eh, ook niet meer ziet van welke, welke partij dat je nu eigenlijk. Eh, de ideologie achter een partij dat is helemaal weggegaan. Je hebt elke politicus, dat is een. Een individu geworden dat een beetje op zich te, een beetje de job heeft van politicus. En je weet eigenlijk niet meer waar staat hij nu eigenlijk voor en wat is hij aan het representeren en wie kan ik daarop aanspreken. En je weet het ja. eigenlijk niet meer zo goed. En de titel, Bart, Wanhoop in de Wetstraat, ja. is natuurlijk de wanhoop die wij hebben, burgers ten opzichte van de politiek, maar ook de wanhoop in de politiek. Ja, ja. Omdat je ziet dat de traditionele partijen. Hun resultaten gaan alsmaar achteruit. Mm -hmm. En op een bepaald moment hadden we vier partijen van 10% of 11% en we noemden ze de elfjes. Dat waren de vier partijen die in de Vivaldi-regering zaten. Goed, vooruit is nu een stukje aan het vooruitgaan. Maar de paniek en de wanhoop zit ook bij de politici zelf. Omdat het fenomeen bestaat dat kiezers kiezen voor de extremen. Mm -hmm in een poging om een boodschap aan het centrum te geven... hopende dat het centrum aan de slag gaat om toch nog een oplossing te vinden. Maar het heeft nog nooit gewerkt. Hoe hoger gewicht, zo dat die extremen worden, ja. hoe moeilijker het voor die middenpartijen wordt. En dat is voor een stukje ook de wanhoop. Geef, ik je geef nog eens één een tip aan al wie aan het luisteren is en uh, over wie het gaat. Stop met uh, beloftes te geven die je toch niet kan uh, uh, realiseren. Een uh, Paul Magnet, sorry dat ik opnieuw zijn voorbeeld geef... want er zitten voorbeelden genoeg in, maar waar ik nu meteen aan denk... belooft om de e-commerce af te schaffen op het moment dat hij... Die belofte heeft gedaan, stond in de humo. Best iedereen, hij zelf in kluis, dat dat nooit gerealiseerd ging worden. Integendeel, de regering heeft daarna beslissingen genomen om dat verder te... Zeg dat dan niet. Ja. En walk het ook? een beetje politieke hygiëne, doe dat dan ja. ook gewoon. Hè? Want in, de, in dat regeerakkoord democratische vernieuwing moet topprioriteit zijn, stond in, die, in dat regeerakkoord van Alexander De Croo. Dat... Uh... Ja, prioriteit... ja, maar wat is, dat is een containerbegrip, hè, democratische. Ik, ik zou al blij zijn uh, mochten we voor een stukje door, ik noem het, wees eerlijk. Eerlijkheid is voor de Vlamingen, dat blijkt uit het onderzoek dat wij zelf hier op de VRT hebben mm -hmm. gedaan, de belangrijkste waarde die men hecht aan een politicus. Wel, wees eerlijk. En daarmee bedoel ik niet het tegenovergestelde van liegen. Ik bedoel het tegenovergestelde van berekend of beredeneerd of strategisch. Wees authentiek, Authentic, wees eerlijk. Authenticiteit, daar ja, gaat daarover het over. gaat het voor ja. een stuk. Het ja, staat allemaal beschreven: wanhoop in de wedstrijd uh, van Ivan de Vanderen. Dank je wel, allebei.